De schooldag is begonnen in basisschool Emmaüs in Aalter. De speelplaats is leeg en iedereen zit in zijn klaslokaal. Iedereen behalve deze klas, want het zesde krijgt buitenles. Ja, want wat doen wij als het koud wordt? Het is een proefproject van juffrouw Heidi en ik is hier nog maar pas van het begin van het schooljaar. Dat is echt een klaslokaal buiten. Alle klassen van eerste leerjaar tot zesde leerjaar krijgen hier buitenles. Ze gaan proberen testen of dat effect heeft op de punten en dat er misschien ook minder pestgedrag zou zijn. Het is anders in een klas, omdat je dan tussen die vier muren zit en in de natuur doet dat veel meer deugd. Door de buitenlucht voel je dat je betere aandacht hebt, dat je beter kunt luisteren. Vandaag schijnt de zon, maar wat als het regent of sneeuwt in de buitenklas? Soms ga ik dat wel jammer vinden, maar dan breng ik wel een regenjas mee. Denk dat onze boeken nat gaan worden. Ja, maar het is wel leuk dat we dan een keer in de regen mogen. Ik denk dat dat wel leuk gaat zijn met sneeuw. Zo. Dan kunnen we misschien een keer sneeuwballengevecht doen. Het is ook leuk voor afwisseling dat we een keer buiten en een keer binnen gaan. Het maakt wel verschil uit, maar ik zal wel het liefst in de buitenklas zitten. En het is ook heel mooi ingericht, vind ik zelf.